Vriendschap daarentegen. Ik heb er net al gezegd, we bevriend moesten worden met onze emoties. Ja. En vriendschap is duidelijk ook, merk ik ook in de voorbije uren, heel erg belangrijk voor jou. Ja. Van ja. jongs af aan al, ja. maar ook nieuwe vriendschappen ja. kunnen. Ja, ik vind vriendschap misschien wel de hoogste vorm van liefde. Vaak wordt er zo gesteld dat je hebt kennissen en vriendschap en dan liefde is de overtreffende trap. Van dat is dan het summum. Maar ik vind vriendschap eigenlijk een hele mooie vorm van liefde. Liefde, eigenlijk moet je proberen iedereen graag te zien. Mm. Maar vriendschap, dat kan je maar met een paar mensen hebben. En sommige vriendschappen die lang meegaan, dat is prachtig. Maar het talent hebben om ook nog altijd nieuwe vrienden te blijven maken, betekent dat je nog niet helemaal als mens dichtgetimmerd bent. En, dat vraagt ook een inspanning, hè? Dat gaat bij mij vanzelf. Als ik Jean Bourgeois leerde kennen, die oudere alpinist, dacht ik van, oh, wat een fantastische mens. Ik kan nog altijd nieuwe vrienden leren kennen. Mohammed bijvoorbeeld is... op mijn verjaardag nodig ik dan zo vrienden uit vanuit alle hoeken. Soms kijk ik daar rond. Er zitten een paar mensen bij elkaar. Een groepje volk. En ik vind, die komen allemaal wel uit een bepaalde levensfase. Of mensen die ik heb leren kennen gaandeweg die ik graag zie. Ze zitten toch wel vaak... 2 jaar geleden, vorig jaar mocht het niet omwille van corona. 2 jaar geleden zat Lydia Chagall, de danseres, is inmiddels overleden. Van Joodse familie, moeten vluchten vanuit Nederland naar België, België naar Indonesië. Uiteindelijk in de Japanse kampen gezeten in Indonesië. En die zit daar dan aan tafel met Mohammed. Joodse vrouw, islamitische man. Alle twee ongelooflijke verhalen mee. Simon Gronowski was ook bij, de man die van de trein is gesprongen op weg naar Auschwitz. En die zit daarnaast de eerste Marokkaanse para, die ik een geweldige gast vind. Iemand die ik heel, heel, heel graag zie. En die zitten daarnaast elkaar gewoon te praten en denk van, oh, dat is zo, zo schoon. Ik heb het geluk door mijn werk dat ik telkens maar weer nieuwe mensen leer kennen. En ook echt fantastische mensen. En als ik iemand graag heb ik ook... En het is soms een beetje vermoeiend, want ik heb soms ook goesting om bij mensen... Ik zou nog meer vrienden willen kunnen maken. Maar ik ben ongelooflijk blij met de mensen dat ik leer kennen. En tegelijkertijd vind ik ook mooi dat ik een aantal vrienden heb. Zo, mijn telefoon staan er zo een achttal vaste contacten. Mijn moeder en mijn broer uiteraard. Mijn vader is gestorven. Maar ook, er staan ook een paar voormalige partners bij. Een drietal mensen die mij ongelooflijk dierbaar zijn gebleven. Drie vrouwen die ik echt graag zie. Het vormpje past niet meer, maar het gevoel is wel altijd gebleven. Mijn huidige vriendin natuurlijk, die ook inmiddels die andere mensen kent. En daar ook zelfs bevriend mee is, wat ik heel straf vind van haar kant ook. En dat zijn zo mensen die lang meegaan. En dat vind ik ook wel heel, heel mooi. Dat je een aantal mensen hebt die dat... pad mee bewandelen. Ja, want uiteindelijk, je zei net van als je al je vrienden aan één tafel ziet zitten en je bekijkt dat van op een afstand, dat je denkt van oh, mooi dat die ook, dat het onder hen ook klikt en zo. Maar eigenlijk is dat jouw leven dat gemaakt heeft dat die mensen ook aan tafel zitten. Dus een stuk van jou dat daar zit. Ja? Om de paden zijn elkaar gekruist. Maar ik zit daar naar te kijken en denk van, mocht ik hier nu weggaan, dat feest zou weer even plezant blijven. En dat vind ik schoon. Ja. Dan denk ik van, ah, dat is heel, heel, heel... Ik vond dat echt, we zaten buiten, verjaar in september, we konden buiten zitten, we zaten zo aan de rand van het Josafatpark en dat geroezemoes, dat gebabbel, die mooie gesprekken. En je ziet mensen blij zijn met elkaar. Prachtig, prachtig. Mooiste geschenk dat ze jou kunnen geven. Ik heb ongelooflijk goede vrienden. Vriendschap is heel erg belangrijk. En wat gek ook, hè, dat we... Enfin, gek, je zei het, liefde, vriendschap is belangrijker, maar je partner noem je je vriendin. Ja, ook al. Dus, ja, precies, met mijn vriendin. Ja, ja, ja. Ja, wat moet je zeggen? Je partner. Ja. Ja, dat is wat advocaten tegen elkaar zeggen die in hetzelfde kantoor zitten. Ja, maar je liefde is dus eigenlijk in eerste instantie je beste... Ja, vriendin. Eva is ook echt wel een ongelooflijke goede, echt een hartsvriendin ook.
Dat is heel fijn. En dat is echt heel bijzonder. Mijn vorige partner, waar ik lang mee samen ben geweest, dat is ook nog altijd een hartsvriendin. En ik vind dat heel schoon dat dat kan verder gaan. Dat ook goed is. Dat is echt heel bijzonder. De laatste tijd hoor ik af en toe mensen zeggen, ik benijd hoe jij met vroegere geliefde kunt omgaan. En ik denk van, ja, maar je hebt elkaar toch graag gezien. Allee, dus moet toch niet al kapot. Het is toch niet omdat het vormpje niet meer past, dat je alles moet weggooien. Ik heb zelf geen zus, ik heb één broer. En ik denk soms, die vroegere geliefden, dat zijn... Ja, dat zijn een soort zussen bijna. Die kennen mij door en door. Die kunnen mij helemaal relativeren. Ik voel me ook zo op mijn gemak bij. Ik voel zo vrij als ik bij die anderen ben. Ja. En tussen je vrienden waarschijnlijk. En tussen de vrienden. En dan met Eva is het ongelooflijk fijn. Iemand die zelf kunstenares is, die zelf schrijft. Die weet wat het is om te schrijven. En die ook zo... volop in de samenleving staat. Die zich inspant voor klimaat, democratie, de milieu, biodiversiteit, strijd tegen racisme, omgang met koloniaal verleden. Allee, we vinden elkaar... Dus jullie hebben elkaar op heel veel verschillende punten gevonden. Ja, we hebben elkaar op heel veel punten gevonden. Zij... Het enige wat ze nog niet had, was wandelen. En ik wou net zeggen, ze gaat niet mee wandelen met jou. Dat is het volgende woord. Nee, wandelen. Is dat de W? Dat is de W. We zitten aan de W.